Dames en heren, welkom op de nabeschouwing van de wedstrijd Waasland-Beveren-Zulte-Waregem. Wedstrijd geëindigd op 2-2. Bij ons de coaches en ik ga zoals gewoonlijk beginnen met de bezoekers. Frankie Durie, goedenavond, welkom op de Freetiel. Ik ben benieuwd naar uw analyse over deze toch wel belangrijke wedstrijd. Ja, ik denk twee ploegen die wilden winnen vandaag, die er 100% tegenaan gaan zijn. Wij scoren het eerste doelpunt, een mooi doelpunt, en zij maken een even mooi doelpunt. Dus op dat vlak denk ik dat de wedstrijd of de eerste helft wat in balans was. Ik heb de indruk dat we toch stilaan, vooral in de eerste helft, ons betere voetbal terugvonden. Tweede helft was meer een evenwicht. Wij scoren 1-2. En dan hebben zij natuurlijk wat breekijzers in het team. Goede vrijschopmannen, mannen die wat gesteld hebben. En daar hebben we het niet alleen op het tegendoelpunt wat moeilijk gehad, maar ja, de lange ballen, het duel op de eerste bal, het duel op de tweede bal. Het winnen van dat tweede of dat derde duel, we laten wat ruimte wat we wilden winnen. En dan is het wat moeilijk. En dan zijn wel op het einde van de match nogal wat kansen gekomen. Maar ik denk al bij al, op basis van de 90 minuten, een juiste uitslag. Ja. Misschien een moeilijke vraag, maar wat vond je van de tegenstander van Waasland-Beveren? Ik vind Waasland-Beveren, ik heb dat eerder gezegd op de week, als je 17 op 24 hebt en je zit in een periode dat je moet punten pakken, dan vind ik dat bijzonder knap en dat heb ik ook vandaag gezien. Je kan maar uit een moeilijke periode komen met de mentaliteit, karakter, organisatie, discipline, niet veel weggeven, etc. En ik zie dat allemaal vandaag terug in Waasland-Beveren. Ja, ik vond het een erg aangename wedstrijd als neutrale supporter. Vond je dat ook? Ja, als jij dat vindt. Nee, ik vind het een. Wij zoeken natuurlijk wat andere invalspunten. Maar ik heb vooral twee ploegen gezien die wilden winnen. Of dat het nu een goede match was, dat laat ik in de midden. Maar we hebben alle twee getoond dat we wilden winnen. En dat is voor mij ook al veel. Ja, wordt het voor jullie nu de volgende twee wedstrijden gewoon uitkijken naar die play-off 1? Of ga je toch die volgende twee wedstrijden nog wel wat vertrouwen tanken? Ik vind dat het belangrijk is als je naar die play-offs gaat, de play-offs 1 gaat, dat je probeert veel punten te pakken. Want als je meer punten dat je pakt, hoe competitiever dat je blijft. Bovendien spelen we binnen hier in een drietal weken, denk ik, de bekerfinale. En ik weet ondertussen ook al, als je naar die finale gaat, je wint ze niet, dus dan verloren weekend. Dus op dat vlak hebben we nog heel veel werk voor de boeg. Ja, oké. Ik wens je alle succes, meneer Durie. Dank je wel voor uw antwoorden. Ik ga even de microfoon van Sporza verplaatsen voor Bob Peters. Ja, Bob, een punt. Daar hadden we misschien vooraf voor getekend. Absoluut. Maar ik kan Frankie wel begrijpen. Eerste helft hadden we het moeilijk tegen een goed voetballend Zulte-Waregem. Oké, de doelpunten. Het eerste is een mooi doelpunt. Hadden we in de analyse gezegd van, let op als we een corner krijgen, bij de analyse die we altijd doen over onze stilstaande fases voor een wedstrijd. Let op dat als we een corner krijgen, dat de restverdediging goed staat, want ze komen er met 4-5 uit. Oké, dan begin je aan de wedstrijd en de eerste corner die je krijgt, maken ze het in de omschakeling af. Schitterend doelpunt. Ik denk dat wij goed antwoorden, dat we een fantastisch doelpunt scoren met Ivan Trikovski. Maar dan weer te makkelijk, denk ik, het tweede doelpunt weggeven. Oké, je weet dat Hazard een perfecte voorzet heeft en Silla mag vrij inkoppen. Ik denk dat we onze sterkte van de laatste wedstrijden, dat we de eerste helft dat we dat niet hadden. Ik vond onze linies ook te veel uit elkaar spelen. Maar oké, dat is ook de verdienste van een goede tegenstrever. Als je Zulte-Waregem vorige week zie je het spelen, ik was op Charleroi en je ziet ze vandaag spelen, dat was dag en nacht verschil. Ik vond ze vandaag echt goed voetballen met heel veel dreiging, vooral de eerste helft. Oké, hebben we de tweede helft gezegd van, we gaan iets opportunistischer spelen en we gaan Veselinovic brengen, omdat de eerste helft Umaru altijd het duel moest aangaan en Demjan niet echt de snelheid heeft om te dreigen in de rug. Oké, dan wisten we dat we met Dali, Als hij de bal kon bouwen of het duel winnen, dat we met Umaru wel die dreiging hadden in de rug. En ik denk, de tweede helft was absoluut in balans. Maken verdient, denk ik, 2-2. En dan krijgen beide ploegen nog de kans op 3-2 en op 2-3. Beste kans, denk ik, voor Umaru. Maar al bij al een open wedstrijd. We hebben er alles aan gedaan, denk ik. Schitterende mentaliteit. Als je tegen een televisiekampioen twee keer na een achterstand terugkomt, dan kan ik mijn ploeg alleen maar complimenten geven. En nogmaals,
Het ging heel moeilijk worden de laatste vier wedstrijden. We beginnen met een 4-6 tegen twee ploegen uit de top 6. Dus dan mogen we absoluut niet klagen. Ja, hier staat echt wel een ploeg, hè, Bob? Het begint een ploeg te worden. Er zijn nog een aantal zaken die misschien wel beter kunnen. Nu ben ik heel kritisch. Maar ik mag wel fier zijn op de jongens. Als we zien van waar we komen, denk ik dat... In het begin kregen we 1-0 en dan, de eerste wedstrijd was trouwens op Zultewaargem. Ja, krijg je na een uur 1-0, zij versnellen en we konden niet meer mee. En binnen de 5 minuten 2-0 wedstrijd gedaan. En dat is nu niet meer. Nu zijn we competitief tot de laatste seconde. En ik moet zeggen, chapeau. En ik denk, de supporters hebben vandaag ook, vooral langs Waaslandkant, een ploeg gezien die er alles heeft aan gedaan om de wedstrijd te winnen. En dat moet zich afstralen. En, als ik me niet vergis, sinds ik hier ben, zijn we nog altijd ongeslagen thuis. Buiten de bekerwedstrijd tegen Lokeren. En dat moet ons kracht geven voor de volgende twee wedstrijden. Ja, Leuven speelt gelijk. Weliswaar met 9, maar oké, ze spelen gelijk. We blijven op 5 punten voorsprong. Het is nog niet gedaan, maar nee, okay, nu moet er toch al heel veel gebeuren. Ik heb ook iemand horen zeggen, mathematisch kan het nog. Dus zolang dat we mathematisch niet zeker zijn, moeten we ons ook niet rijk rekenen. Maar we moeten gewoon wedstrijd per wedstrijd aanpakken. We gaan nu naar Lokeren, een geladen duel voor beide ploegen. En daar moeten we proberen weer iets te halen. We hebben alles in eigen hand. We moeten niet naar de tegenstrever kijken. Oké, chapeau dat Leuven met 9 mensen een punt haalt. Maar uiteindelijk moeten we naar onszelf kijken. En als ik de laatste wedstrijden zie, praat ik puur mijn eigen mening, en ik zie dit Waasland-Beveren, dan zie ik geen ploeg die degradeert. Nee, dat zien wij ook niet, Bob Peters. Dank u wel en nogmaals proficiat met het mooi verdiende punt tegen de vice-kampioen toch wel. Zijn er vragen van de journalisten voor een van deze coaches? Ja. Frankie, je hebt Leijen, Maasjes en de speelminuten al lange blessureperiode. Wat hoop je dat ze kunnen bijbrengen aan Doe die toch de laatste week was stopt, zeker? Het zijn twee jongens met een geweldige mentaliteit die het systeem goed kennen. Door verschillende redenen 2 en 6 maanden uit geweest. En als je ze ziet werken, week in, week uit. Dan moet je ze proberen nu te brengen. En die momenten moeten nu komen. Je mag natuurlijk niet blijven wachten. We hadden afgesproken dat we, als de kans zich voordeed, dat we een Bailey 15 minuten konden laten spelen. En we zorgden afspraak gemaakt met de medische staf om naast ze een half uur te laten spelen. Dus op dat vlak zitten we op schema. Natuurlijk, de ploeg gaat voor. En op dat vlak moeten we... Je kan niet iemand brengen als je geen ruimte is, zeg maar. Maar ik vind dat ze nu moeten speelminuten krijgen. En het is vooral het feit dat in Bailey nu wordt geconfronteerd met... Je zal gecontroleerd worden met bewegingen die je niet onder controle hebt. Tot nu toe, in de revalidatie heb je alles onder controle. Matchvormen op training, iedereen gaat niet echt in duel. Maar nu is het die volgende stap. Maar ze zijn alle twee op de goede weg en ze geven mij toch vertrouwen. Nee, maar goed. Als ik iemand inbreng, moet er iemand uit. Dus dat kan ik niet aan doen. Dus uw gouden schoen aan? Ja, maar hij is betrokken geweest bij vele goede en vloeiende combinaties in de eerste helft. De tweede helft was het moeilijker. Want we hadden graag gezien dat Waasland-Bever toch wat meer indirecter speelde. Omdat je ze dan kunt vastzetten. Maar als ze lange bal spelen, is dat moeilijker. En dan is het... Inderdaad, voor aanvallers of middenvelders, altijd een beetje, kom je automatisch wat minder aan de bal. Dat is logica. Maar ik vind, al bij al ben ik op dat vlak ben ik zeker niet ontevreden. Ja, ze hebben verleden week gewonnen met 0-2, want ik vind dat we moeten leren van respect hebben voor een tegenstander. Ze hebben 17 op 24, er staat iets. Ze hebben verleden week gewonnen met 0-2 op Racing Henk. Oké, nu kunnen jullie zeggen van, op Racing Henk winnen, oké. Maar als je 17 op 24 hebt, dan staat er iets. En ik heb gezien dat het, dat het niet zo gemakkelijk is. Ik heb vandaag een match gezien tussen twee ploegen die wilden winnen. En als je wil winnen, je hebt 2-2. Ja, dan kan je niet ontevreden zijn. Ik bedoel, je kan wel misschien hopen dat je meer haalt, maar je kan toch niet ontevreden zijn over je team, denk ik. Ik vind dat ze ervoor geweest zijn. Dus ik weet wel dat we nog groeimarge hebben, maar
Het gaat niet zo in voetbal dat je vandaag op 60% bent en morgen op 80%. Zo zit dat niet aan elkaar. Soms is het 60, 61 en 62 en dan duurt het heel lang tot hij aan 100 zit. Hè. Ja, dan denk ik dat we hier kunnen afsluiten. Ik dank jullie allemaal en ik zie jullie graag binnen 2 weken terug voor de wedstrijd tegen Standaard. Dank je.